Deze aanspanning bleef precies binnen de tijd, maar gooide er één balletje vanaf, in totaal 3 strafpunten. Het parcours wordt een klein beetje aangepast voor de
paarden. Alle kanten. En iedereen zien we het van uw man, Saskia van Hees. Ja. Aanvang nummer 555. Saskia die komt uit met het tweespan, de tweespanrubriek. Ze is onlangs ook mee naar Portugal gegaan en was daar lid van het bronzen team. Thank you.
Ja, dames en heren, staat u bij in. Dan is vier kijken en dan is er natuurlijk iemand in dan naar binnen gekomen. Ze komt daar achterop. It's all the family met Mr. Bo Jingles. En Sandra moet echt aan het werk in die is even bijsturen, zitje bijgeven en dan gaan we het stellen. Ik heb ook een goed idee. Ik kijk even naar de andere kant. Want ik zie ook dat als je wel op moet gaan draaien, die zal niet zien. Totdat alles klaar is en hindernis nummer 6, de avondhindernis, maar dan mag je samen met Toen ook losgaan. En Oscar dan zegt het lekker aan, je hebt er wat goed tussen, heel gezond. Paard is dat. De fokgebroken opa Toenstaan. Dat is een beetje niet. Dat is de opa van Marie. Ja, dan zien we een rachtkaartje met volle stof in de papieren die hoeven. Helemaal niks. En dan komt hij weer over de kort, want dan zit hij weer overop. Ja, dat was mooi gereden door Robert van de Groen in 46. Jacqueline de Groot, 54 seconden op 2. Pieter Wende, 62 seconden op. Hindernis nummer 6 en 55 seconden op 7. Wilbrand van de Hoek, 47 seconden op 6 en 44 seconden op 7. En dan zit in hindernis nummer 4, dames en heren, Christian Provoost uit Maestro-wijzer. Een Arabo Fries, dat is een Fries paard. En daar hebben ze een snufje Arabisch bloed aan voor gekocht. En dat betekent dat ze net even wat meer uitrijdingsvermogen en power over hebben. En dat is heerlijk voor het wintersport. Christian Provoost, 53 seconden. Laanaken in België, waar ze prachtig kunnen rijden. Ik heb begrepen dat Edith met Bas ruikt. Dat weet ik niet zeker. En ook zij heeft speciale support van de kleinzoon staan trappers aan de kant. Yeah!
hindernissen heeft gedaan. Het klaar in die hindernis van de provincie Noord-Brabant. Voor de twee spannen is dat wat makkelijker. Die paarden trekken daar heel makkelijk doorheen. En we zien Melchior Bouwman onderweg gaat naar Patisserie Hoebe. Hindernis nummer 5 met Anouk Dros achterop. En Jacqueline de Groot die rijdt binnen in de havenshindernis. Tom Engels op hindernis nummer 1 een tijd van 64 seconden. En op hindernis nummer 3 een tijd van 54 seconden. Saskia van Ees, 58 seconden op 2. Edith van Roosmalen, 63 seconden op 6. Christian Provoost, 57 seconden op 7. Melchior Bouwman tevreden, rijdt uit die vijf hindernis. Lekker blokje om en wij wachten op Tom Engbers. Titelverdediger na vorig jaar. Helemaal voor in het veld bij die twee spannen. We horen de fluitsignalen klinken. Doorman uit Vassen. Ja, voor mij was goed. En het is Philip Skint op dit moment in de Bavaria hindernis, dames en heren. Prachtige hindernis 2 die daar op staat. Philip Skint uit België. Hij rijdt hier met Nandi en Hertzeg. Twee Italiërs voor de maand. Ik zie hem. En
mensen dat tandje erbij om hier ook een mogelijkheid is om versnellen in de film. Dit wordt een bericht voor alle hindernisrechters. Microfoon te houden. Aanspanning nummer 31 zal niet starten in het interim. Microfoon te houden. Aanspanning nummer 31 zal niet starten in het interim. Dames en heren, we hebben een bril gevonden, of een meerderheid gevonden, bij hindernis 5. Dat is corrigerende glaas en dat zie je een enorme ruk in het parcours van Harry Verstappen. Maar het gaat allemaal goed. Ja, tot nu toe ziet het er nog goed uit. En die hindernis 6 loopt niet zo vloeiend als bij de andere hindernissen. Is het die vrouw en hij is die andere hindernis? De seconde tikt er door bij die gaat op in de daar is hij in 49-86. Renner 7 op het. Ja, dames en heren, nog even. Ik heb van een meneer een gevonden bril gekregen. Een zonnebril waarschijnlijk met geslepen platen. Het is wel handig als hij die weer terugkrijgt. Kost veel geld. Aakjoost, de derde nummer 279. Ondertussen aan het werk in de patisserie Roebelhindernis. En het wachten is op Benny Gosvat, de nummer 24. En Ben Gosvat, dames en heren, één hindernis hier. En een meekoorhindernis. En waar gaat hij? Dirk, dan wil ik graag iemand hebben bij de tijdwaarneming van hindernis nummer 1. De firma Dirks naar de tijdwaarneming van hindernis nummer 1. Ja, en dan vraagt u zich misschien af, dames en heren, hoe komt dat nou, hè, dat die jonge mannen zo verschrikkelijk hard gaan? Nou, bij Ben Gosvat is dat aangeboren. Toen hij een heel klein jongetje was, had hij zo'n ponytje. En het enige wat hij daarmee deed was zo hard als die pop. En daar had hij altijd verschrikkelijk veel plezier mee. En dat is nooit meer veranderd, eigenlijk. Maar ja, er zijn meer van die manners hoor, dat als je ze vraagt of het aan Harry Verstappen, was nou het allermooiste, ja joh, hard als je kan, hè. En nooit vergeten dat je twee paarden voor je hebt die het allemaal moeten kunnen. Maar ze vinden het heel erg geweldig als dat op zo'n manier kan en gaat.
Ja, we horen fluitsignalen, dames en heren. Dat zou kunnen betekenen dat Ben Goschal onderweg is naar die avondrennen. Het wordt bloedstollend spannend. Arie Verstappen die natuurlijk een weergaloos mooie marathon op heeft zitten. Maar ja, het totaal telt. Het is zowel de blessure vaardigheid als uiteindelijk de marathon die het eindklassement neerzet. Niet alleen de marathon, hoe goed je daar ook in kunt zijn. En ik geef u even mee dat hij onder de 52 seconden was. Van Tom Henk Bart Hoefstok niet. Die had namelijk 52.06. Maar ja, als hij het goed wil doen, Ben. Dit is zeker weer verhogend wat ik nu zeg, want hij hoort de koppels goed. En hij rijdt supergevoelig. Ik denk dat zijn broertje Jacob nog wel een verschoning vandaag moet hebben.